welkom bij ons griezelhuis. Dat begon eigenlijk bij een heksje en een paar spinnenwebben. Toen dacht ik, ja, waarom niet het hele huis? Hier hebben we de spin, die is zelf gemaakt. En het is dus de bedoeling dat de heks de spin aan het uitlaten is. En hier omheen allemaal van die kleine babyspinnetjes. Die eigenlijk over het hele huis krioelen. En met de kinderen hebben we de pompoenen hebben we allemaal uitgehold. De lichtjes erin gedaan. En zoals je ziet, stoppen de mensen. We hebben natuurlijk negatief gestaan in de Rivierenwijk. En ik hou voor positief. Dus ja, waarom zou je in het negatief blijven terwijl het allemaal positief kan? Dus zodoende heb ik eigenlijk creatie altijd van elke gebeurtenis gemaakt. Dat toch ook wel positief blijft in de buurt. Is het voor herhaling vatbaar? Ja, zeker. Maar dan nog groter. Dan wordt het echt een spookhuis en misschien ook wel binnen.